bizar. Heel bizar. Hier kan je niets mee, dit is levensgevaarlijk. Het gaat over mensen die denken dat ze hun droomhuis hebben gekocht en helemaal gelukkig hun huis betreden. En dan komen ze erachter dat er een verborgen gebrek is. Dus dat er iets met het huis is wat ze niet hadden kunnen weten. En dan komen wij om te helpen. Dus we zijn echt al bij mensen geweest die nu in een caravan wonen. Omdat het dakfundament in één keer niet goed bleek te zijn. Dus ze kunnen daar niet met hun gezin wonen. Het is gewoon te gevaarlijk. We komen mensen tegen die ook echt vooral heel erg geëmotioneerd zijn. En echt balen van, ja, ze hebben hun verdiende geld uitgegeven. Hypotheek genomen om in het huis te gaan wonen. Dan blijkt dus gewoon echt dat er soms een heel groot probleem is. En dat kunnen ze zelf gewoon niet meer oplossen. Is het dan helemaal een kansloze zaak? Mm-hmm. Nee. Ik hoop eigenlijk dat wij jullie wel toch een beetje hebben kunnen helpen. Jawel. Door het gewoon goed uit te zoeken. En ik hoop dat jullie hier gewoon ontzettend veel woonplezier gaan krijgen. Dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Dat sowieso. Dus, en ja, dat is een zaak. Ja, we zullen zien hoe het verder gaat lopen. Ik schrik wel van de penibele situatie waarin mensen terecht kunnen komen. Ik denk dat het ook een heel goed programma is, omdat je elke keer bedenkt van ja, het had mij zelf ook kunnen overkomen. Ik bedoel, je koopt gewoon vol enthousiasme een huis, je steekt daar al je geld in, je woont er net. Ja, en dan blijkt dus ineens dat het hout rot is of dat er zwammen in de kelder zitten. En je weet gewoon niet meer bij wie je moet zijn, je hebt toch een keuring laten doen. Kun je nog bij de verkopende partij zijn, heeft de makelaar het laten afweten. En je kunt je daar wel in herkennen, dus dat maakt het wel interessant.